Gaan wij na de wedstrijd Excelsior Maassluis tegen RVVA even napraten met trainer Giovanni Franke. RVVA een heel verdienstelijk punt gepakt met volwassen spel. Ja, ik vind dat een groot compliment naar de ploeg. Ik denk dat als je met een hoofdklasse selectie je zo staande houdt in de topklasse, dan verdienen ze een en al lof. Ik kan er niets anders dan zeggen dan mijn complimenten. Nee, want het RVVA zit in een fase met heel veel blessures. Net 2 nederlagen natuurlijk achter de rug. En dan is het dan moet je hier naartoe. Dan lopen er toch verleden week ook weer wat mensen wat blessures en alles op. Er zijn er gelukkig weer wat teruggekomen. Is het puzzelen om een elftal op de been te hebben. Maar wat ze dan vanmiddag op het veld neerzetten, dat is gewoon complimenten inderdaad. Ja, dat geeft aan hoe een selectie van ons in elkaar zit. Hoeveel ze voor elkaar over hebben. Hoeveel ze elkaar het succes gunnen. Hoeveel ze elkaar steunen in goede, maar blijkt nu ook in slechte tijden. En dat is een compliment aan de gehele selectie. Want we weten dat een seizoen lang kan duren. En we weten dat er momenten zijn waarop je spelers mist. En dat je hoopt dat ze snel terugkomen. En dan moeten andere spelers die hun kans pakken en laten zien. En dat ze ook op dit niveau willen en kunnen spelen. En dat doen ze. En daardoor zie je ook nieuwe dingen. Dus je ziet dat spelers groeien. Beter zijn misschien dan wat je had verwacht als we hoofdklasse hadden gespeeld. En om dan 2 stappen over te slaan en dan gelijk al in de topklasse zo te staan. Ja, vind ik een groot compliment. Absoluut, dat was het ook. Heel veel grote kansen hebben denk ik niet afgedwongen. Jeroen heeft een paar hele knappe ballen gepakt. Dus wat dat gaat, de grote kansen waren misschien voor Excelsior. Maar ja, net wat ik zei, een heel verdienstelijk punt pak je daarmee. En ja, ik moet dan toch zeggen, inderdaad, de spelers die je dus nu brengt de laatste weken, ja, die laten het inderdaad gewoon zien. Is dan wel jammer dat Jesse ergens vanmiddag geblesseerd uitvalt? Ja, zijn hamstring had hij last. Dus we moeten kijken hoe erg het is. Maar hij viel inderdaad uit. En ja, dan moeten we inderdaad af gaan wachten van hoe lang dat gaat duren. Hoe lang dat je die dan weer kwijt bent. Maar goed, Creso is volgende week weer terug. Dus... Ja goed, we hopen zoveel mogelijk spelers terug te krijgen. En als ze er niet zijn, dan moeten we spelen met de jongens die er zijn. Ze weten dat. En dat is de taak van een selectie. En dat is ook wat ze uitstralen. We doen dit met z'n allen en niet met een bepaalde groep. We doen dit gewoon met 24 man die we hebben. Waarvan een groot gedeelte natuurlijk erg jong is. En dat doen ze gewoon goed. Fantastisch inderdaad. Nou, volgende week Scheveningen. Die winnen vanmiddag met 4-0 van Stedoco. Een ploeg die ook op 14 punten nu inmiddels staat. Maar we concludeerden net al dat RVVA weer bovenaan staat in de eigen competitie. Ja, daarom was dit een uitermate goed weekend. Want we staan weer bovenaan in onze competitie. In het eigen rijtje. In het eigen rijtje staan we weer bovenaan. En daarmee hebben we dus vandaag hele goede zaken gedaan. En daar ben ik enorm blij mee. Ik vond het al iets te veel voor de ploeg, omdat we van DVS en Stedoco op een manier verliezen. Onbegrijpelijk. Dus als ik er toch op terug moet komen, 2 wedstrijden, kon ik het niet geloven hoe de goals erin gingen. We gaven 6 goals weg in 2 wedstrijden. Op een manier die ik moeilijk kan bevatten, zelfs nu nog. Dus vandaag dat Scheveningen 4-0 wint van Stedoco, dat hadden wij een beetje wel in kunnen calculeren. Dus vandaar dat we weten dat Scheveningen een ontzettend goede ploeg is. En volgende week zullen we ons echt moeten wapenen. Want het is een trainer die er ook heel veel verstand van heeft. Zit er al heel lang. Weet hoe hij zijn ploeg moet motiveren. Houdt zijn ploeg al volgens mij sinds het begin op het hoogste podium. Sean Blok. En iemand voor wie ik veel respect heb als trainer. Dus ik kijk ernaar uit om tegen hem te spelen. En dan kun je dus ook stellen, je zegt net zelf, we hebben in 2 competitiewedstrijden 6 tegengoals gehad. Dan is naast het punt waar je vanmiddag pakt, is dus de nul houden een extra punt bijna. Ja, en vooral de manier waarop. Hè? Want tegen DVS maken we de ene fout na de ander, waardoor de meest onmogelijke ballen erin gingen. En net op die momenten waarop wij dachten dat we de competitie een beetje konden overnemen. En dat was jammer. We hebben 2 wedstrijden gehad waarin het niet lukte. En vandaag hou je gewoon heel goed de nul. Fantastisch keeperswerk van Jeroen. Jeroen is ook een jongen waar we het dus over hebben, over ontwikkeling. Ja, die zie je gewoon groeien met de week. En dat verdient hij ook, die complimenten. Verder kan ik er weinig aan toevoegen, moet ik eerlijk zeggen, om ze nog meer complimenten te geven. Anders kunnen we deze week denk ik niet meer trainen, ben ik. Dan gaan we gewoon genieten van het punt waar we hier gepakt hebben. 0-0 bij Excelsior Maassluis. Heel verdienstelijk, ik zei het al eerder. Genieten van en een goede voorbereiding naar volgende week toe. Ik denk dat ze zelf verbaasd dit interview zullen kijken hoeveel complimenten ik heb gegeven. Dat is volgens mij nooit eerder gebeurd zoveel. Hè? Dan zullen we niet meer stoppen dan. Ja, ik denk dat dit wel genoeg is. Oké, dankjewel voor je reactie. Okay.
Dan gaan wij na de wedstrijd Excelsior Maassluis tegen RVVA ook even napraten met Jesper Gudde. Dit jaar spelend bij RVVA, maar een groot deel van zijn leven hier doorgebracht. Hoe was het om weer terug te zijn? Ja, de eerste keer. Dus dat is wel speciaal. Vorig jaar met Zwaluw wel een oefenwedstrijdje gespeeld, maar ja, dan zijn de belangen toch wat minder. En nu, nu een officiële wedstrijd. Je proeft ook wel wat meer spanning, wat meer mensen langs de lijn. En de eerste keer tegen Robin van den Ende weer. Een maatje met wie ik eigenlijk vanaf de minis heb gespeeld hier bij Maassluis tot het eerste. Dus hartstikke leuke wedstrijd. Daar kijk ik wel met een goed gevoel op terug. Ja, en ik vond ook RVA een heel verdienstig gelijk spel hier weggehaald. Ik denk dat wij wel tevreden mogen zijn gezien de resultaten van de laatste twee wedstrijden. Die helaas met een nederlaag afsluit. En we gaan ons niet verschuilen achter de persoonlijke problemen die we hebben met blessures. Maar dat verandert wel iets van je spel. Maar goed, ik denk dat we daar goed mee zijn omgegaan. We hebben de nul gehouden. Jeroen pakt een paar goede ballen. En ik denk dat we best tevreden kunnen zijn over het resultaat. Ja, dat denk ik zeer zeker ook. Want van tevoren, je weet natuurlijk net wat je zegt, de personele problemen die je hebt. Excelsior wat toch in een goede flow zat met 10 uit 4 wedstrijden. Dan denk je van, dat wordt een moeilijke wedstrijd. Maar jullie houden heel goed stand en inderdaad de nul gehouden. Heel netjes. Ja kijk, zoals ik net al zei, we verschuilen ons niet achter die problemen. Kijk, als je wint heeft niemand het erover en als je verliest begint iedereen daar weer over. Maar goed, we hebben het gedaan met de mensen die er waren en dat hebben we hartstikke goed gedaan, denk ik. Ja, zeker, en ook een aantal jonge gasten daarbij, hè? Die doen het gewoon goed. Ja. Als je ziet naar Sean en Gino en Melvin, die komt dan weer nu sluit aan en Marvin's eerste basisplaats. Dus ja, kijk, we blijven op trainingen, blijven we goed op niveau. Dus ik ga niks over deze trainer zeggen, die krijgt wel. Ik zal je dan maar niet vragen waarom dat hij die jou wisselde dan, hè? Ja, hij probeerde een publiekswissel, maar... Nou ja, dat zou in je eigen besluit zou dat niet eens zo verkeerd zijn, toch? Ja, nee joh, daar ben ik totaal niet mee bezig. Weet je, ik ben speler van de RVA en ik wil gewoon hier winnen. En de trainer vroeg me ook, zou je juichen als ik scoor? Ja, natuurlijk. Weet je, ik ben speler van de RVA en wij willen zo hoog mogelijk eindigen. En ja, als je daar van Maassluis moet winnen, ja, dan doe ik dat met alle plezier. En dat had ik ook echt graag gedaan. We hadden wel 2-3 kansjes waar je net met wat meer geluk... maar goed, dat had misschien ook wat te veel van het goede geweest. Zoals ik al zei, Jeroen kreeg 2 goede ballen. Of pakte die goede ballen. En ik heb wel een aardig gevoel over... over deze wedstrijd. Precies, een heel mooi punt wat dat gaat, een verdiend punt ook. Volgende week Scheveningen. Winnen vanmiddag met 4-0 van Stedoco, waar wij dus vorige week tegen onderuit gingen. Wordt een lastig klusje dan. Ja, maar dat is eigenlijk elke wedstrijd. We hadden ons eigenlijk na GVV, dan denk je van, nou, een reeks, toen stonden deze ploegen van Ermelo tot Scheveningen stonden bij de onderste regionen. Dan ga je een soort van rekenen van, wat als... Maar het is gewoon gebleken dat niet kan. En Scheveningen wint nu 4-0. Maar goed, die zullen ook niet op gemak denken van laten we RVA's eventjes oprollen. En eigenlijk kan dat bijna geen enkele wedstrijd. Dus dat is wel het leuke aan deze competitie. Maar dat maakt het ook wel zwaar. En elke wedstrijd is zwaar. Dus. Ja, als je naar de stand ook kijkt, het schuift ook allemaal naar elkaar toe. Hè? Ik bedoel, ik geloof dat er meerdere ploegen nu op 14 punten staan. Ik meen zelfs al 5. Ik weet niet wat de alle eindstanden zijn, maar... Nee, ja, kijk, mocht je een serie neer kunnen zetten van wat Maassluis deed met 4 gespeeld 10, ja, dan maak je natuurlijk hele goede stappen. En, daar strijden wij ook elke wedstrijd voor. Alleen soms is het. Het is niet zo makkelijk als dat het lijkt op papier. Dus dat is. We trainen daar elke week kaart voor. En weet je, we moeten ook niet vergeten dat we gewoon een debutant zijn in topklasse. Maar ik denk dat iedereen houdt wel rekening met RVA en past zich ook wel weer aan ons aan. Dus dat is ook een goed signaal aan ons. Dat wij natuurlijk ook ons goed ontwikkelen. Dus ik denk dat we daar echt goed tevreden over mogen zijn. Oké, nou dan dank ik je voor je reactie na deze wedstrijd. Geniet van dat punt waar we gepakt hebben. We zien elkaar volgende week tegen Scheveningen. Dat ga ik zeker doen. Dankjewel.